Ze is journaliste, schrijfster, blogster van het Eerste Uur, maar zelf noemt ze zich het liefst verhalenvertelster. Dag Stefanie Duval, hartelijk welkom. Dank u. Stefanie, het is wel waar, je bent echt een van de blogsters van het allereerste uur. Wat doet een blogster eigenlijk precies? Oh, een blogster of een blogger, die houdt een website bij dat een beetje wordt ingericht tot een eigen universum, een eigen plek op het net waar alles wordt verzameld, waar dat je eigenlijk alles kunt delen dat u interesseert, dat u intrigeert, dat u inspireert. Beelden, teksten, verhalen, ervaringen. Ja. Kan een dagboek zijn, kan ook echt rond een thema opgebouwd zijn. En dat, ja, dat wordt daar regelmatig upgedate. Maar wanneer ben jij precies begonnen? Oh, ik ben er eigenlijk mee begonnen toen het internet arriveerde in België. Dan was ik een stikselmachine. Ja, maar internetcafés, ook vrij touchy plekken. En ik heb, ja, toen was het allemaal nog niet zo hip en happening als nu. Ja. Toen was er alleen porno en geen andere. Ja, daar was ik toen nog te jong voor, dus daar ben ik niet mee in aanraking gekomen. Ja. Maar ja, toch wel al 10 jaar of zo. Ja. Het is nu al 5 jaar dat je je eigen blog hebt. Ja. Die heet 70% Pure. Ja. Pure. Inderdaad. Waarom die naam? Ja. Een vreemde naam. Ja, dank u. Supergoeie, maar wat vreemde naam. Ja. Ja, je vraagt je af wat met die andere 30% ja. Zeggen. Ja. Wel, ja, ik ben er dan wel een uitleg voor gaan verzinnen. Maar de waarheid is gewoon, 5 jaar geleden wou ik echt een nieuwe blog starten. En ik ben nogal vrij ongeduldig van aard. En er moest diezelfde naam nog een naam verzonnen worden en ik was chocolade aan het eten. En die was 70%. Maar achteraf ben ik mij ook wel echt achter die naam gaan scharen, want ik hou niet van zo echt puristen die zo... Ja, niet alles moet 100% iets zijn. Alles is een beetje een kruisbestuiving en zo. Dus uiteindelijk, ja, dat is de uitleg dat ik er dan aan ben gaan geven. Maar ik geloof er ook echt in. Ja. Nu is er jouw boek How Blogs Work. Yes. Waarom eigenlijk een boek over iets wat ondertussen iedereen bijna doet? Ja, juist daarom natuurlijk. Ja. Er is heel veel vraag naar praktisch advies en tips en inspiratie om het zelf te beginnen doen. Ik was dan de generatie die het allemaal zelf een beetje heeft uitgezocht. Maar nu zien heel veel jonge mensen en ook niet jonge mensen wat er eigenlijk allemaal gebeurt met die blogs. En die vragen zich af van hoe kan ik daar zelf ook aan beginnen. Ook niet jonge mensen en plotseling greep je juist nog. Je bent naar mij ook gekeken. En ja, die vragen zich dan af van oké, hoe kunnen wij er nu aan beginnen? Als je ook niet meer de pionier bent, dan is het ook moeilijker om zo tussen het bos de bomen nog te zien en om er ook een beetje uit te springen. Daar gaat het om het inderdaad. Verschil te maken in de overload. Inderdaad. Ik lees hier toevallig, breng je doelpubliek in kaart. Yes. Wie is uw doelpubliek? Mijn doelpubliek. Mensen die blogs maken. Van de blog, hè? Van mijn blog. Goh, ja, eigenlijk mensen die een beetje in het leven staan zoals ik en die zo heel erg bezig zijn met design en met reizen op een bepaalde manier. Dat wil ik niet zeggen, niet de avontuurlijke reizen en zo, maar zo'n beetje meer citytrips en meer in boutique hotels en zo. Dat zijn de soort ervaringen die ik deel. En heb je dan veel volgers? Of? Dat valt mee. Zeker niet de meeste van alle Belgische bloggers. Maar ik ben er toch wel fier op dat er zo die 5 jaar toch altijd maar meer mensen zijn bijgekomen en niet zijn verdwenen. Wat is de formule voor het succes van een blog? Goh, dat is moeilijk. Het allerbelangrijkste advies dat ik daarbij zou geven is dat je echt moet zijn. Dat je moet bloggen over iets waar je echt gepassioneerd over bent. En authentiek. Ja, authentiek. Omdat je niet zomaar kan nadoen wat iemand anders met veel succes doet. Dat zie je wel veel gebeuren. Dat een onderwerp heel hot is en dat er dan heel veel mensen op springen en het op juist dezelfde manier gaan doen. Maar ja, dat is vanzelf al minder interessant, want het bestaat al. Dus iets nieuw doen, je eigen perspectief op iets bieden en je eigen aanpak, je eigen twist eraan geven. Dat is wel maar hoeveel, als je het goed doet en als je authentiek bent, hoeveel impact kan je hebben als blogger of blogster? Ja, ik denk dat er nu toch wel een heel aantal bloggers zijn die bewijzen dat je best wel veel impact kan hebben. Paris Hilton is een heel bekend voorbeeld, hè, toch? Ja, ja. Dat is een beetje zo'n paparazzi-blogger uit de States. Ja. Dat is minder goed dan, precies. Een paparazzi-blogger. Een bepaalde muzikant heel, heel bekend gemaakt. Ja, absoluut. Ja, hij heeft ook wel mensen hun carrière mee helpen de dieperik ingaan en zo. Dus ja, maar hier in België bijvoorbeeld? Ja, er zijn toch wel echt een heel aantal bloggers die nu worden opgevoerd als echt experts. Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen achter Woonblog of aan Emma Gelouden, die
haar carrière als fashion styliste eigenlijk echt haar kracht heeft bijgezet. Door haar hier zien we My Fashion Blog van Igela. Ja, inderdaad. Dat is echt uitgegroeid tot een groot inspiratieplatform op het gebied van mode. Ik zie vooral foto's eigenlijk. Ja. Artikels. Ja, maar mode, dat laat zich toch het beste zien in foto's. Ja, precies. Wat ik mij ook afvraag, Stefanie, je bent journaliste, ook in de allereerste plaats. Ja. Hoe kan je eigenlijk echt neutraal zijn als blogger of blogster? Want ik merk bij heel veel blogs staat het bol van de advertenties waarvan je dan denkt van ja, uiteraard vind je die schoenen ongelooflijk tof in je blog, want je hebt er gewoon gratis gekregen. Hier is de advertentie. Ja. Dat is natuurlijk dat is een heel moeilijk onderwerp. Hè. Dat is een heel moeilijke grens om te bewaken. Nu, het is sowieso dat een blogger altijd echt subjectief is. Per definitie. Anders ben je geen blogger, dan ben je een magazine of iets redactioneel, iets ander traditionelere media. Maar inderdaad, vanuit dat subjectieve kan je ook nog geïnspireerd worden door commerciële motieven of door echt authentieke motieven. Maar het gaat dan eerder daarop. Maar doe jij het, reclame erop? Want wat, je moet toch ergens je boterham mee verdienen als blogger? Ja, maar ik verdien natuurlijk wel mijn boterham als journalist en als consultant en zo. Dus niet echt rechtstreeks via de blog. Het is wel zo dat ik toffe samenwerkingen aanga met leuke merken of met hotels of organisaties waar ik sowieso in geloof en waar ik sowieso klant van ben. Ja. En dat ik dan dankzij de blog wel kans krijg om daar iets heel leuks mee te gaan doen dat ik anders niet mij had kunnen permitteren of niet had, dat niet binnen mijn bereik was geweest. Maar het is wel big business. Je kan ervan, als je de ene tipt en je hebt heel veel mensen die jou volgen als blogger, dan ben je meer waard dan een magazine waar een reclame in staat. Merken en bedrijven dat wel beginnen inzien inderdaad dat het soms meer waard is om positief vermeld te worden door een influencer of een blogger op diens platform dan een dure advertentie te nemen. Wat ik me altijd afvraag bij bloggers, in jouw geval ook, waar komt die behoefte om persoonlijke zaken aan iedereen bekend. Ik heb een Twitter-account, maar dat is meestal zeer puur over mijn werk, professioneel. Zo, maar van waar komt die behoefte dan? Allee, ik zou het dus nooit doen, over mijn lijk. Dat ik... Wist je, hè, Min? Ja. Je moest niet, hè. Het is waar, trouwens. Ik heb een tafel tussen gezet al. Ja, maar ik ben ook rustig. Ik snap je opmerking niet goed. Maar ik vind dat heel raar. Ik vraag me dat gewoon af. Dus ik snap natuurlijk dat wel, ze. Ik heb dat ook. Maar er zijn verschillende gradaties in ook. En niet iedereen wordt even persoonlijk. Want mijn blog is enerzijds wel heel persoonlijk, van inspiratie. Maar anderzijds zijn er ook echt wel dingen die ik privé houd en die ik nooit zou gaan delen. Het is eerder de inspiratie en de insteek dan... en het gaat over een passie, een bevlogenheid, over een onderwerp vaak. En dan is natuurlijk het delen daarvan vergroot het plezier daarin. Mm. En ik denk dat het eerder daaruit komt vaak dan... Enfin, er zijn ook voorbeelden die echt puur om narcistische overwegen. Voilà. Ja. Vanuit die kant komen. Dat is maar goed. Maar zo zijn het zeker niet allemaal. Zeg dat dan direct. Ja. Hoe zie je het evolueren? Welk soort bloggers zal overleven in het grote bos en welke niet? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk die authentieke bloggers die trouw zijn aan zichzelf en die het op een toffe manier aanpakken. Geef eens een voorbeeld. Goh, ja. Ik moet letterlijk echt voorbeelden, want dat vind ik heel moeilijk. Er zijn zoveel echt goede bloggers. Uit je boek? Ja, er staan er 18 in. Dus, Ik zat dus lezen. Boek kopen en lezen. Nee, waarom heb je het eigenlijk in een boek en niet op een blog gezet? Of een e-book? Ja. Ja. Het is wel ook als e-book verkrijgbaar. Dus, maar ja, dat is wel voor mij iets belangrijks. Ik ben sowieso ook nog heel erg fan van de printindustrie. Maar ik vind ook vaak, als je echt mee iets bezig bent, het is pas als je een stap terug kan zetten en er wat afstand van kan nemen, dat je er ook echt heel bewust mee kan omgaan. En dat is wel een beetje de bedoeling van het boek. Het is niet puur een how-to-guide van maak nu je account aan en begin eraan. Maar ook denk erover na, wat wil je ermee bereiken? Op welke manier wil je dat allemaal aanpakken? Ja. En ja, soms is het toch wel goed van je dan even op de zetel te zetten en even van achter die computer weg te stappen. Dat denk ik ook, en dan uw mind te clearen. Sorry. Mind te clearen. En een boek te readen. Vrij te maken eigenlijk. Ja, ik blog in het Engels. Voor de oudere kijkers onder ons. Ergens in een corner van je huis kan je dat zelf een beetje als sofa, aan de couch, zeg maar. Het is echt een amazing boek. Heel veel succes. Dank je wel, Stefanie Duval.